Irit Rozen, welkom. Jouw bedrijf, jouw site heet Mijn Leven als Verhaal. Een hele allesdekkende naam, denk ik. Maar ja. Vertel toch eventjes wat het is en wat het doet. Ja, ik zal het even vertellen. De website Mijn Levensverhaal is eigenlijk een compleet doe-het-zelf pakket voor het schrijven van een levensverhaal. Je wordt op drie plekken geholpen. En dat is natuurlijk bij het schrijven zelf. Om heel veel mensen denk ik, waar zal ik over schrijven? Hoe moet ik beginnen? Welke onderwerpen zijn handig? De inhoud zelf met een biografisch coach opgezet. Dus samen keken we ook naar welke onderwerpen zijn heel belangrijk in het leven van een mens. En dan dat gaat of chronologisch natuurlijk of thematisch. Dus beide heb ik en daar kan je zelf een combinatie van. Ja, en uiteindelijk komt er dan een boek uitrollen. Precies, en daar is daar ook is hier een voorbeeld van. Laten we die meteen eventjes laten zien. Ja, jullie kunnen natuurlijk hier vandaan maar heel globaal zien. Maar geloof mij, het ziet er prachtig uit. Het is gewoon echt een mooi gedrukt exemplaar. Zat ik zelf ook te denken van, we hebben toch die vaste anekdotes die altijd verteld worden, die heel erg leuk zijn ook. Maar het gaat heel vaak niet verder dan dat. En we denken dat we wel alles weten over de dierbaren om ons heen, maar dat klopt helemaal niet. Nee. En pas als iemand echt zit te schrijven en heeft de tijd daarvoor en heeft ook alle mogelijkheden en oefeningen een beetje om daarbij te komen, want dat is soms wel nodig. Het is niet meteen, ja, als je zo denkt, wat weet ik nog, dan is het niet zo heel erg veel. Het is echt een soort als sporten, je moet het oefenen. Ja. Maar als je dat doet, ja, het is meestal, zeker voor de mensen om je heen, heel interessant om te lezen. Dus dat ben ik aan het stimuleren, dat is mijn doel. Een psychologisch fenomeen, het is als je verleden langer is dan je toekomst, ja, komt bij veel mensen naar boven drang om terug te kijken. Dat is gewoon een bekende fenomeen. Mijn idee was, oorspronkelijk idee, was ook open. En dat je delen gesloten zou kunnen zeggen die heel privé zijn. Ik heb een marktonderzoek gedaan. Niet al te groot, 150 ouderen. Maar daar kwam heel duidelijk uit dat ze het helemaal privé wilden hebben. Meestal is het de aantal kinderen plus 1, 2. Ja. In sommige gevallen waar ook iemand overleden is, dan wordt gevraagd voor een groter aantal boeken. Andere landen te gaan doen? Dat hoop ik te doen, want het is makkelijk vertaalbaar naar andere landen. Een paar dingen zijn cultureel verbonden, maar dat kan aangepast worden. Hoe help je mensen op pad? Stel, ik wil nu beginnen bij jou. Wat kom ik dan eerst tegen? Nou, het mooie is, ik geef ook een paar hoofdstukken open. Gratis proberen, dat mensen sowieso kunnen zien of het hun aanspreekt. Ja. Want voor sommigen zal het niks zijn. En zou zijn, dat is de drempel is zo hoog voor mij, dat daar begin ik niet aan. Omdat ik geef geen coaching. Er is mogelijkheid om coaching te krijgen. Dat doet ook René Rosenboom, waar ik samen ook mee ontwikkeld heb. Maar dat is buiten de website. Scroll je naar beneden. Dus hierboven kan ik invullen wat de titel van mijn boek is. Precies. De subtitel. Neem bijvoorbeeld baby en kleutertijd. Je krijgt eerst een soort introductie. Wat valt in zo'n periode? Ja. Waar kan je over schrijven? En dan als je klikt op vragen, dan heb je een lijst en daar kan je ook openklikken, dagelijks leven, wonen. Dus allemaal thema's, allemaal onderwerpen waarover je kan schrijven. Wat voor mij altijd belangrijk was, en dat had ik ook bij een project Hart en Ziel bij de Volkskrant, dat ik ook samen heb opgezet met een team, is net het contact, menselijke contact dat je krijgt, de dankbaarheid. Wat ik van iedereen hoor, is hoe verrast ze zijn van wat ze tegenkomen, dat ze niet wisten hoeveel ze nog in hun hoofd hadden. Gewoon dat het verrast van je eigen herinneringen. Dat vind ik echt zo'n mooi begrip. En dus dat doet me heel erg goed. Wat ik wel mis en wat ik hoop te vinden is een zakelijke partner om dat mee te doen. Ik ben heel erg een teammens. Dat vind ik ook leuk. En dat ontbreekt nu. Dus ik heb wel redelijk veel contact met mijn schrijvers. Ja. Maar ik zal dat eigenlijk in een teamvorm willen verder ontwikkelen.